Hey, goeiedag. Mijn naam is Robin Nijman en welkom bij een nieuwe video van Investeren in de Toekomst. Vandaag ga ik jullie meenemen bij één van de drie aandelen die ik in de afgelopen 2 weken heb gekocht. Dit is een aandeel die echt totaal nieuw is aan mijn portfolio, dus ik had hier nog geen aandelen in. Ik ga dus 3 video's over 3 verschillende aandelen maken waar ik in de afgelopen 2 weken een positie heb ingenomen. Want ik denk dat deze 3 bedrijven ongeveer keer 2 kunnen kan gaan. En daarom denk ik dat op dit moment een mooi moment is om in deze bedrijven te investeren. Op dit moment zijn er naar mijn mening ongelooflijk veel kansen op de markt. Er zijn heel erg veel bedrijven, ook hele grote bedrijven, in de afgelopen 3 à 6 maanden met 50% naar beneden gegaan. En ik vraag me dan af waarom. Dat zal met inflatie te maken hebben. Maar uiteindelijk heb ik een aantal bedrijven gezien waarvan ik denk van, dit zijn gigantisch goede bedrijven voor in de toekomst. Maar alsnog zijn deze ongelooflijk afgestraft de afgelopen tijd. Nou, en zo'n bedrijf wil ik ook in deze video gaan benoemen. Dit bedrijf is namelijk Sea Limited. En hierin heb ik dus de afgelopen 2 weken geïnvesteerd. En daarnaast denk ik dat op dit moment een heel goed idee is om veel te investeren. Daarom kies ik op dit moment voor om ongeveer 5 à 10% nog maar in cash te zitten. En stel de aandelenmarkt gaat nog meer naar beneden de aankomende tijd. Dan ga ik er met die andere 5%, ik wil altijd wel zo'n 5% cash overhouden. Maar dan stap ik er nog een keer in met ongeveer een 5%. Na de intro ga ik jullie meenemen waarom ik het aandeel Sea Limited zo interessant vind. Ik wil nog wel even benoemen dat ik geen financieel adviseur ben. Ik maak dit soort video's om aan jullie informatie te verstrekken. En daarnaast hoop ik natuurlijk dat ik jullie ook een klein beetje kan vermaken. Want ik vind dat je ten alle tijde zelf verantwoordelijk bent voor je eigen financiële keuzes. En probeer een beleggingsvisie te creëren. En maak op basis van deze beleggingsvisie je financiële keuzes. En op het moment dat jij dus ook al je financiële keuzes hebt vastgesteld op je beleggingsvisie, dan weet je ook op het moment dat, stel nou dat de aandelenmarkt de aankomende tijd het slecht gaat doen, dan heb je al een strategie voor deze aankomende tijd. Stel nou dat, wat je ook wel eens ziet, dat aandelen maar omhoog en omhoog en omhoog blijven gaan, dat je ook wanneer dit gebeurt, dat je ook een visie daarover hebt en een idee hebt van, hey, wanneer koop ik aandelen en wanneer verkoop ik aandelen. Wil je mij en mijn kanaal ondersteunen? Laat dan even een like achter bij deze video. En wil je vaker dit soort video's zien? Abonneer dan op mijn kanaal. Sea Limited is een bedrijf dat is gevestigd in Singapore. En Sea heeft eigenlijk 3 grote verschillende businessmodellen waarmee zij omzetten genereren. Het eerste businessmodel is Garena. En dit is een leider in het ontwerpen en uitgeven van games. Daarnaast organiseert Garena e-sports evenementen en is het bekend van de mobiele app Free Fire. En dit was de meest gedownloade app van 2019 en 2020. En daarnaast ook nog eens een keer het meest bekeken omtrent game apps in 2019 en 2020 op YouTube. Shopee heeft een leidend e-commerce platform. En dit is vooral gericht op Zuidoost-Azië en Taiwan. Als we gaan kijken naar hoeveel wordt deze app gebruikt, dan staat deze in Zuidoost-Azië bovenaan in de meest gebruikte apps. En daarnaast, als we gaan kijken naar het gebied van winkelen, hoeveel tijd wordt er gezeten op winkelapps, dan staan zij in de top 3 van de meest gebruikte apps op het gebied van winkelen. SeaMoney levert financiële diensten, zoals het verwerken van digitale betalingen, een rekening, het verwerken van betalingen op die rekening, creditbetalingen en dat soort dingen. Deze diensten worden aangeboden onder de naam Shopee Pay, dus van Shopee, en SP Later, dus dat je eerst krijg je het product en dan pas daarna betaal je het product. Sea zit dus op verschillende markten die in de aankomende 5 à 10 jaar ongelooflijk hard gaan groeien. En zeker binnen Zuidoost-Azië en Taiwan, waar deze populatie nog gigantisch aan het groeien is. In 2020 had Sea een omzet van 4,38 miljard. In 2021 wordt verwacht dat deze zal groeien met 116% naar 9,5 miljard. In 2022 wordt verwacht dat de omzet nog een keer gaat groeien met 50% naar een omzet van 14 miljard. En in 2023 wordt verwacht dat de omzet met 35% gaat groeien naar 19 miljard. Dus voor de aankomende jaren wordt verwacht dat Sea ongelooflijke omzetgroeien gaat genereren. Op dit moment is Sea nog een verliesgevend bedrijf. En dat doen ze omdat ze eigenlijk zoveel mogelijk geld, wat ze hebben opgehaald met bijvoorbeeld naar de beurs gaan, en wat ze ophalen met hun omzetten en hun inkomsten. Ze willen al dat geld zoveel mogelijk in het bedrijf stoppen en dat ze het bedrijf zo snel mogelijk kunnen laten groeien en groeien. En dat het dus zo groot mogelijk kan worden en dus grotere winsten kan gaan boeken. Sea heeft op dit moment
een cashpositie van bijna 12 miljard. Per jaar verliezen ze op dit moment ongeveer 2 miljard. En dat betekent dus dat SIE voor de aankomende jaren, dus de aankomende 5 jaar minimaal, zich nog volledig kan focussen op de groei van het bedrijf. En dus die omzetten zo hoog mogelijk kunnen laten groeien. Om een breder beeld te krijgen van het aandeel SIE, wil ik ook even gaan kijken van wat zeggen analisten op dit moment over het aandeel en waar verwachten zij dat de prijs over een jaar staat. Analisten zijn gemiddeld very bullish over het aandeel SIE. Van de 26 analisten zijn 20 analisten very bullish, 6 analisten zijn bullish. Gemiddeld hebben de analisten een price target van $387. Maar nu staat het aandeel op $198. En dat betekent dus dat analisten verwachten dat het aandeel in het aankomende jaar met 95% zal stijgen. De afgelopen 3 maanden heeft het aandeel SIE echt wel flinke klappen gehad. Het aandeel stond op $366 3 maanden geleden dus. En staat nu op $198. En dat betekent dus dat het aandeel in 3 maanden tijd met 46% is gezakt. Ik had eerlijk gezegd eigenlijk niet zo vaak van het aandeel SIE gehoord. Laatst zag ik een keer dat Cathie Wood met ARK Invest investeerde in het aandeel. Toen ben ik het aandeel gaan onderzoeken. Toen kwam ik erachter dat deze markten spreken me heel erg aan. Doet me een klein beetje denken aan Amazon. Die zitten ook een klein beetje op deze markt, alleen nog vele malen breder. Maar alsnog, en ze zitten op een markt, Zuidoost-Azië, waar de populatie groeit. En waar deze omzetten in dit soort markten ook gigantisch groeien. Dus SIE is een groeiaandeel. En ik focus mij vooral op groeiaandelen, omdat ik denk dat groeiaandelen het meeste teweeg gaan brengen in de toekomst. En dat is nog net waar het hele kanaal over gaat. Daarnaast, als we gaan kijken van wat is de cashpositie en wat zijn de verliezen per jaar? En kunnen ze dus die gigantische omzetten waar ze naartoe willen, kunnen ze dat ook daadwerkelijk gaan realiseren? De cashpositie hebben ze. Daarnaast zijn gemiddelde analisten ongelooflijk lovend over het bedrijf. Ze geven een 4,78 van de 5. En eigenlijk zijn ze bijna allemaal, 20 van de 26 zijn very bullish. En ze verwachten ook dat het aandeel gaat verdubbelen in het aankomende jaar. Dus ik denk dat dit een heel mooi aandeel is op basis van, wat zeggen de analisten? En op basis van, wat zeggen de gegevens? Wat zegt de balans van het bedrijf? Dat zegt mij dat het echt een heel mooi aandeel is op dit moment. Normaal gesproken zijn dit soort bedrijven gigantisch hoog gewaardeerd. SIE is niet goedkoop gewaardeerd, dat zeker niet. Maar als je gaat kijken wat de groeiverwachtingen zijn, en dit gaat vergelijken met andere bedrijven in deze sector, vind ik dat eigenlijk wel meevallen. En zeker omdat dit bedrijf in de afgelopen 3 maanden door de helft is gegaan, en daarnaast eigenlijk de fundamenteel aan het bedrijf niet zoveel veranderd is, denk ik gewoon dat het een heel erg mooi moment is om te investeren. En daarom heb ik er ook voor gekozen om in dit bedrijf te investeren. Ik ben begonnen met de eerste week van het jaar met een positie van €500. Nou, ik heb de afgelopen week heb ik dan nog eens €300 bij ingedaan. Dus ongeveer €800 nu van mijn aandelenportfolio zit dus in dit bedrijf. Dus ongeveer een kleine 2%. En stel nou dat het aandeel echt nog verder gaat zakken in de toekomst, ben ik ook nog wel bereid om nog wat bij te kopen. Dit was mijn analyse over het aandeel SIE. Vond je het een leuke video? Laat dan even een like achter bij de video. En wil je vaak van dit soort video's zien? Abonneer dan op mijn kanaal. Zorg goed voor jezelf en tot de volgende keer. We'll be right back.